Een hele goede morgen, lieve mensen. Misschien kan je het wel aan mijn hoofd zien, maar ik ben echt net wakker. Thomas is net weg. Maar kijk hoe Marley nou zit in haar stoeltje. Ze is gewoon een beetje aan het schommelen in haar stoel. En omdat ze dus zo ver op het randje zit, is het voor die stoel te zwaar om haar automatisch heen en weer te schommelen. Dus ze wordt nu zelf heen en weer geschommeld. Het ziet er wel heel schattig uit dit. Hey Barb. Hey, lekker ding. Gaan we lekker spelen? Gaan we lekker spelen. Oké, jongens, ik ga even ontbijt voor mezelf maken. Ik ga even met de baby spelen. En ik ga vandaag ook weer sporten. Het is al mijn derde keer deze week. Dus dat is heel erg fijn. Het liefst sport ik elke dag in de week als het even kan. Dus ik ben altijd al heel erg blij als ik 3 keer in de week heb gehaald. En de week is nog niet voorbij. Dat betekent dat ik misschien 4 of 5 keer in deze week kan halen. Ik moet wel echt een nieuwe sportlegging kopen. Ik merk dat die andere... Eentje wordt er te groot. Eentje gaat kapot. Omdat het eigenlijk geen sportlegging is, maar ik denk gewoon een normale legging. Waardoor die denk niet helemaal aan kan welke bewegingen ik erin maak. Baba's, laten we lekker spelen. Ja, ja, ja. Lekker ding. Ja. Gekke baby's. Oh nee, jullie zijn geen baby's meer. Nee. Gaan we lekker schommelen, hè? Ja! Nou, de kindjes die zijn heerlijk aan het spelen. En mama heeft net lekker ontbeten. Ik heb hier gewoon een broodje ei gegeten. Ik heb altijd, tenminste niet altijd, maar wel vaak, dat ik echt het laatste hapje laat staan. Omdat, ja, dat is dan een stukje korst, vind ik niet meer lekker. Dus dat laat ik dan staan. En ik heb een lekker kopje thee. Sterrenmuntthee, dit is echt mijn favoriete thee. I love it. Ben ik helemaal gedoucht. Het is 1:30. De afgelopen dagen hadden de baby's, nou de afgelopen 2 weken zelfs. Kom eens, ga de camera pakken. De afgelopen 2 weken waren de baby's heel erg onrustig tijdens hun middagslaapje. Als in de ene keer sliepen ze 1/2 uur. De andere keer sliepen ze 1 uur. Dan sliepen ze weer ineens 3 uur. Dan sliepen ze maar 1 kwartier. Ik had een beetje om hulp gevraagd op Twitter, want ik had echt zoiets van, joh, ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Ik heb al best wel veel geprobeerd. En nou ga ik ze toch maar proberen om elke dag op hetzelfde tijdstip naar bed te brengen. Soms zijn ze hier namelijk de ene keer om 10 uur 's ochtends al moe en de andere keer pas om 2 uur 's middag. Dus ik dacht, nou, ik ga ze gewoon voortaan elke dag om 1:30 op bed neerleggen. En dan gaan we gewoon kijken of dat werkt, of er uiteindelijk een soort van ritme in komt. Ze zijn nu voor mijn gevoel nog niet heel erg moe, maar we gaan ze toch maar gewoon op bed leggen en we gaan gewoon kijken hoe of wat. Door heel veel moeders aangeraden om echt een vast ritme erin te doen. Dus ik ga ze alvast omkleden voor bed. Deze heeft de slaapzak en luier al aan. Dus zij kan nog heel eventjes spelen en dan ga ik nu Luna verschonen. Na het eten poetsen we altijd even hun tandjes. Hè? We eten altijd even voordat ze gaan slapen. Ik heb net hun tanden gepoetst. En dat betekent dat we nu gaan slapen. Dus ik ga ze even lekker in bed leggen. Luna ligt altijd aan de rechterkant. Dus die leg ik hier nu ook altijd neer. En Marley die ligt altijd aan de linkerkant. Zo. Kijk eens. Kijk eens, meiden. Zo, dat is fijn, hè? Slaap lekker. Oké, vaak in de ochtend is het huis wel oké. Maar als de baby's dan eenmaal hebben gespeeld, dan is het gewoon 1 grote rommel. Dus ik ga het nu even opruimen. Ik moet ook nog de keuken een beetje opruimen. En de was doen, dus... genoeg te doen en waarschijnlijk heb ik maar 1 of 2 uur de tijd. Zo, ik ben aangekomen. Oh, hij is een beetje beslagen in de sportschool. Ik heb voor na het sporten nog even een broodje gehaald. Tenminste, een heel stuk brood. En een avocadootje en een dipje. Een gezond dipje, gegrilde groentedip. Dus dat zal wel...
Hij is echt wazig, hè? Zo, hi mensen. Dus ik ga me nu even omkleden. En dan gaan we weer lekker knallen. Ik heb één sportlegging die dus een beetje doorschijnt. Dus ik heb altijd zo'n vestje in mijn sporttas zitten voor het geval dat ik die legging weer moet gebruiken. En dan kan ik gewoon sporten en dan hang ik dat vestje om mijn heupen heen. Ziet er ergens nog leuk uit dan. En ik sta niet voor paal. Ik heb net heel even hard gelopen en mijn buik alvast getraind. Ik ga nu mijn armen, mijn billen, benen en rug weer trainen. Als ik niet sport, drink ik ook bijna geen water. Maar als ik aan het sporten ben, vind ik het zo lekker. Oké, jongens. Let's go, we gaan sporten. Wat ik altijd nog super chill vind om te doen na het sporten, is even de sauna in te duiken. Met een lekker gezichtsmaskertje op. En ik heb vandaag de Chinese ginseng masker van de Body Shop. Ik heb hem nog nooit geprobeerd. Hij is zelfs volgens mij nog dicht. Ja. Dus we gaan hem eens eventjes proberen. Ik breng het altijd gewoon met mijn handen aan. Die heb ik net gewassen. Dus. En dan ga ik even een kwartiertje of hoe lang het maskertje ook in moet trekken in de sauna zitten. En dan ga ik daarna douchen en spoel ik het eraf. Hij ruikt lekker. Oeh. Zo, inmiddels ben ik thuis. En ik zie dat er een pakketje binnen is gekomen. Dus ik ga hem even met jullie openmaken. De baby zit in bad. En mijn oma is erbij. Dus ik kan nog eventjes rustig even kijken hoe laat het is. Oh, ik kan nog even rustig aandoen. Ik moet ook nog de vlog uploaden. Oeh, ik weet redelijk wat ik... Maar ik vergeet het altijd zo snel, jongen. Oeh. Oh, dit is denk ik mijn kerst of oud en nieuw jurkje. Ik denk oud en nieuw. Hij is echt heel erg mooi. Ik ben zo blij. Deze laarzen wou ik al zo lang. Dit zijn van die super lange laarzen. Echt tot over je knie. En dat is heel erg leuk met een grote trui erop, vind ik. Een trui. Want truien kan je nooit genoeg hebben. En een jurkje. En heel erg veel rommel. Ik ga nu eventjes snel de flesjes van de baby's klaarmaken. Die heb ik namelijk al opgewarmd. En die zijn perfect op temperatuur. Ja, onze baby's krijgen nog best wel veel flesvoeding aan het einde van de dag. Maar meestal drinken ze het niet op. Maar soms komt het wel eens voor dat ze het wel gewoon helemaal opdrinken. Of dat ik er net wat minder in doe. En dan kunnen ze niet slapen. Dus ik geef nog best wel een fles van 200 milliliter. Mag ook gewoon nog. Tenminste, ja, volgens de kinderarts wel. Volgens het consultatiebureau niet. Oké, let's go. We gaan de baby's uit het bad halen. Ik hoor ze mopperen. Moet er nog iets over? Kijk. Dit is Marley. Lou, wat ben je aan het doen? We hebben lekker gegeten en de baby's die liggen al eventjes op bed. En we zien jullie gewoon morgen weer met een nieuwe vlog.